We hebben dus net gesproken met de organisator van het Pitbull Theater. Met wat was vanavond is, dit evenement. En als het goed is, hebben we de zangeres van de band Morose aan de lijn. Ja, hey, goedenavond. Hoi. Goedenavond. Yes, dat klopt. Sta even voor aan de luisteraar. Nou, ik ben Dominique Klaasens. Ik ben de zangeres van Morose. En we hebben vanavond een optreden in het Pitbull Theater in Sittard. En daar hebben we super veel zin in. Ja. En vanavond, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, we spelen vanavond met onze nieuwe setting. We hebben sinds een paar weken hebben we een nieuwe gitarist. Dus we gaan het iets anders doen dan normaal. We hebben 2 weken geleden hebben we ons eerste optreden gehad met de nieuwe setting. En we hebben de afgelopen tijd sowieso best wel veel met elkaar gerepeteerd. Dus wat we anders gaan doen, ja, het is allemaal ietsjes ruiger dan normaal. Er zitten zieke gitaarsolos in. De zang pakt ook iets meer uit. En dat eigenlijk. Ja, en hoe laat is het? Kunnen mensen nog komen? Hoe zit dat? Ja, tuurlijk. Mensen zijn vrij om te komen. Wij spelen om 9:55. En verder spelen we ook nog met allemaal fantastische lokale artiesten. Dus het is zeker de moeite waard om even een kijkje te komen nemen. Het is heel divers met zang en dans. En ook verschillende genres die gespeeld zullen worden. Dus dat wordt heel erg tof. Ja, we hebben dus in de tussentijd even een van jullie nummers opgezocht. Mm-hmm. Vind je het goed als we even een klein stukje spelen? Ja, tuurlijk. This is the avoided exploded for the UN. Forgive me the breaking. This boy just can't get through and let me. Ja, dit is het nummer... Hardik Art. Hard, ja. Yes. En kan je wat meer erover vertellen? Ja, tuurlijk. We hebben dit nummer afgelopen jaar opgenomen in de studio's in Sittard. En daar zijn we een dagje zijn we daarmee bezig geweest. En het nummer gaat... Dat is niet zo heel lang. Ja, we hebben wel flink doorgewerkt. En het nummer gaat eigenlijk over jezelf verliezen in een relatie en dat het best wel een ding is om jezelf open te stellen dat dat ook iets is wat je eigenlijk wel moet doen, maar dat het wel lastig is en dat als je dat doet, dat je daar uiteindelijk ook gekwetst uit kan komen. Het is best wel een heftige nummer wat dat betreft. Ja, zeker. Maar dat hoor je ook wel terug, dat het geeft wel emotie. Ja, daar hopen we ook over te brengen inderdaad, want we weten natuurlijk niet voor niets, Morose staat voor melancholie en we proberen ook echt in onze nummers onderwerpen te bespreken die mensen lastig vinden om zomaar uit te spreken. En we hopen dan ook in onze muziek dat heel erg over te brengen en die herkenbaarheid ook bij mensen te krijgen, dat ze zoiets hebben van oké, ik heb deze shit ook doorstaan of dat soort dingen, dat ze ermee kunnen identificeren. Want zo zijn nummers ook mooier, vinden wij in ieder geval. Ja, zeker. En kan de luisteraar het nummer ergens meeluisteren of beluisteren? Ja, zeker. Het nummer staat op YouTube sowieso als je gaat naar Morose Band. En voor de rest staat het ook op onze eigen Facebook. En als mensen daar gewoon Morose intypen, dan kunnen ze het nummer ook op onze page vinden. En verder hebben we sowieso nog andere nummers op onze Facebook staan. Dus ik zou zeggen, neem gerust eventjes een kijkje en kom allemaal vanavond naar het Pitbull Theater, want dat wordt echt heel erg leuk. Ja, het klinkt allemaal leuk, heel erg bedankt en veel succes vanavond. Ja, dankjewel. En verder met andere optredens. Yes. Leuk dat je van de uitzending was. Ja, jullie bedankt. Nou, en dan gaan wij verder met de playlist. Hoi. Doei doei. Starts to run, baby.
taste my soul. You can have my lips and hips, but you won't.